Albert Mandje, je bent onlangs begonnen met een nieuwe serie schilderijen. Mm-hmm. Je maakt meestal, als je ergens aan begint, een heel thema van hetzelfde onderwerp. Wat was eigenlijk de aanleiding om deze serie te maken? Dat was eigenlijk een toevalligheid. Ik had een schilderij gemaakt tijdens het lesgeven van een paar mensen die ik kende op een studio. Ik heb Albert Kuip. En daar had ik een portret van Velasquez als opdracht. En toen heb ik zelf meegeschilderd, maar dat bleek wel een goed schilderij te zijn. En vervolgens heeft mijn jongste zoon dat gekaapt en daar een tekst onder gezet. En dat beviel me wel, dus ik heb gevraagd of ik dat kon herhalen aan hem. Ze zei, ja, ga je gang. Purple is not a color, it's a way of life. En wat heeft dat met Velasquez te maken? Helemaal niets. Dat was niet mijn idee, maar dat was het idee van Casper. En die heeft het toch al ondergeschreven in grote letters. En vervolgens heeft hij dat aan de Rietveld aangeboden om te mogen studeren daar. En werd op dat werk ook afgewezen, wat heel goed was. Dus, en ja, toen ben ik heel serieus gaan werken. Dus gaan kijken naar klassieke of semi-klassieke schilderij. Wel of niet meesterwerken. Sommige zijn onbekend, sommige zijn iconen. En daar heb ik dingen bij verzonnen. Kan je een voorbeeld geven van wat je achter je hebt hangen en wat daar voor teksten onder zijn gekomen? Nou, dit is dan waar ik net aan refereerde. Dit is een portret van een Moor, een Spaanse schilder Velasquez. Dit is een werk bij Trinity Reynolds. Dit is een Engelse schilder uit de 18e eeuw. En dit is een tekst van Ian Curtis van Joy Division. En she dressed up in many different ways and lost control again. En daarna heeft Corbijn de film Control gemaakt. Maar een van de bandleden van Joy Division die verklaarde in het documentaire dat deze tekst afkomstig is als een gesprek die Ian Curtis voerde met een meisje die opgenomen was in een kliniek. En wat bevalt jou zo aan die teksten onder die schilderijen? Wat gebeurt er dan? Nou ja, omdat je ze overal vandaan kan halen. Sommige haal ik bij. Het zijn dingen die ik niet allemaal zelf verzin. Dat is een Amerikaanse componist en zanger. Killzone Moon. Ja, en die zingt over. I can't explain it's a middle-aged thing. Nou ja, ik ben aan middle-aged en ik kan nog heel veel dingen niet verklaren. Vooral achteruitgang in de leeftijd, de gebrek aan flexibiliteit. Wel het feit dat je bang bent als je vrijt dat je een hartaanval krijgt. Er zijn duizenden dingen. Nou, eigenlijk moet het gevangen worden in één schilderij. Nou, dat heeft in principe niets met het schilderij van Titiaan te maken. Dat zou die man ook nooit gedacht hebben. Maar de combinatie tussen die dingen. Nou, dus dat, je combineert twee heel verschillende dingen. Ja, die hebben helemaal niets met schilderij. Ja. Ik weet ook niet wat er van tevoren op komt te staan. Maar is het iets unieks of heb je wel eens vaker zo'n combinatie van twee verschillende tijden in één schilderij gehad? Nou, niet in de tijd. Niet dat de semi-klassieke werken worden gemaakt en dan moderne teksten erin. De teksten komen allemaal van nu. Maar ja, er zijn wel mensen die alleen maar met teksten hebben gewerkt. Kawara, dat is een Japanse kunstenaar die alleen maar teksten maakte. Lawrence Wiener, die hier in Nederland vaak actief is geweest. Maar dat zijn echt modernisten. Die doen niet meer dan de tekst, omdat ze vinden dat het beeld, ja, dat heeft geen toegevoegde waarde. Dus tegenstelling tot Wiener, die zet een tekst op en daar moet je het beeld zelf bij bedenken. Dus dat beeld is niet meer nodig. Bij mij is het andersom. Ik heb een beeld en ik zet een tekst bij. Maar het heeft te maken ook met deze tijd. Het is weliswaar, het zijn klassieken, maar ja. Het is met moderne teksten. Wat zegt het over deze tijd? Nou, het zegt niet zoveel. Ja, het zijn wel enigszins kritische teksten. Dus het gaat niet echt. Het is niet alleen maar van het is zonnig buiten en hooi. Dus er zijn wel dingen bij die gaan tegen. So you can sell you anything. Nou ja, dat is bij machtig. Het is een vrouw die macht over je uit kan oefenen. En wat is het origineel daarvan? Dit origineel is van Ripken. En dat is de favoriete schilder van Stalin. Oh ja? Ja. Dus, dit is een van de weinige werken die dan een beetje de romantische hoek ingaan. Maar normaal had hij van die
ja, veldslagen en de arbeider voorop. En, nou, je kent die propaganda-achtige dingen. En wat heb je nog meer gemaakt in die serie? Kan je er iets over zeggen? Dit is Jardine. Dit is een Franse, een 17e-eeuwse schilder. En eigenlijk, dit heb ik zelf bedacht. Dit is Now Do We Remember I'm in Permanent Danger. En het gaat eigenlijk over de kwetsbaarheid van als je 15 bent op het schoolplein. Of je zou iets te vrouwelijk zijn. Daar gaat het over. Het is een heel mooie, vrouwelijke man. Ja. Dus ja, dan word je geboeid en gepest. En hij realiseert dat hij eigenlijk permanent in gevaar is. Terwijl hij eigenlijk niks doet. Ja, hij is alleen maar mooi. We weten niet of hij intelligent is of homoseksueel. Dat doet er ook niet toe, maar het gaat over de kwetsbaarheid van de schoonheid. En waar komt die tekst vandaan? Die heb ik zelf bedacht. En daarnaast, wat heb je daar? Dit is Sorry to Run Out of Space. Dit is weer van Casper. Maar die tekst had hij al en daar heb ik eigenlijk dit is een portret van Frans Snijder. Snijder was een hele beroemde dierenschilder. Werkte met Rubens en dit is een portret gemaakt door Antonie van Dijk, die op het Engelse Hof actief was. En die tekst heeft daar niets mee te maken. Running Out of Space is, ja, dat is eigenlijk een nietszeggende titel, zeg, om je ervan af te maken. Sorry, I'm running out of space. Het is eigenlijk een soort tekst het einde van de oefening of het einde van een zin. Waar komt dit schilderij vandaan? Dit is van Giovanni Moroni, een Noord-Italiaanse schilder uit de 16e eeuw. En die tekst is een tekst van Hunter C. Thompson. Yeah, being a freak was an honorable way to go. Maar er gebeurt iets heel raars door die teksten. Ja. Krijgt die schilderijen iets moderns. Terwijl het zonder die teksten gewoon een kopie van een oude meester zou zijn. Ja, ik kwam ook op de gedachte dat Casper mijn werk had verpest. Ik dacht, ja, nee, dat is juist goed, want nu krijgt het een soort moderne draaier een ander gewricht. En hoeveel heb je er gemaakt inmiddels? Ik heb er nu 13 en ik wil er 20 maken. Ik heb eigenlijk al die ideeën voor de andere 7. Doeken kopen en dan weer gaan. Want hoe kom je aan de beelden? Hoe zoek je die uit? Die steel ik. Maar wat is het waarom je die beelden kiest? Omdat ik ze, ten eerste vind ik ze, hoop ik dat ik ze kan schilderen, dus dat ik het technisch kan. En ik kies ze ook eigenlijk uit op genre, dus het zijn nu verschillende tijdsbeelden. Dit schilderij is in het begin van de vorige eeuw. Dit is 1770, dit is 1610. Er zijn er beide, zijn maar nog ouder. En is de techniek waarmee je schildert vergelijkbaar met de techniek waarmee die originele zijn gemaakt? Nou, dat is moeilijk te bepalen. Want ik schilder in één keer naartoe, misschien de tweede laag. Dat hangt er helemaal vanaf in welke tijd. Sommige dingen zijn heel gelaagd en heel zacht, omdat dat de mode toe was. Bijvoorbeeld dit schilderij is bijna gewoon glazuur. En sommige dingen zijn vrij grof. Dit is Curiel, daar moet nog een tekst bijgekomen. En dat is vrij grof geschilderd. Nou, en daar heb ik meer moeite mee, omdat ik ben een beetje een soort fijne schilder. Hè. Maar je probeert wel zo dicht mogelijk bij het origineel te komen. Ja, nou, het lukt niet altijd. Of het lukt eigenlijk nooit, maar dat is wel de bedoeling. De niet vermoedende amateur kunstkenner die moet zeggen, daar heb je het. Maar er zit een tekst in. Het moet een beetje verwarrend zijn natuurlijk ook. Ja, met mijn beperkte kleurenpalet, want ik gebruik maar 4 kleuren. Dus daar moet ik alles uit verhalen. En waarom is dat? Nou, dat heb ik geleerd van een collega Jan Maris. We hebben toen een nachtwacht geschilderd. Weliswaar niet helemaal hetzelfde, maar zij zelf herkenbaar is als dusdanig. En die kwam met de gedachte aan dat er maar 4 kleuren nodig waren. Terwijl we hele containers vol metaal en verf hadden. Met alle kleuren die ze ooit gemaakt hadden.
En die hebben we gaan, hebben we al neergelegd en we hebben ze nooit meer aangeraakt. Dus sinds die tijd gebruik ik maar 4 kleuren. En welke zijn dat? Dat is Bordeaux-rood, of krablak eigenlijk. Titaanwit, ivoor, zwart en citroengeel. En daar kan alles mee maken, behalve blauw. Dus als het in die blauw, daar heb ik wel een typetje dan nog ergens van. Dus daarmee heb je een extra kleur gebruikt? Ja. Dat is de enige? Dat is de enige kleur die erin zit. De rest is het allemaal hetzelfde. En wat is het voordeel om maar 4 kleuren te gebruiken? Wat is het aantrekkelijker dan? Koop. Ja. Maar dat is niet de enige reden. Nou ja, je hoeft maar. Ik koop één keer in het jaar 4 tubes. Dus bedoel, het scheelt spullen. En het is heel goedkoop. Ik heb ook percelen, die zijn 9 eurocent per stuk. Maar ja, die gebruik ik één keer en dan splijten ze en gooien ze weg. Maar dan heb je nog. Dan ga je een jaar verder voordat je kan ook nog dure perceel kopen. Maar deze donder je meteen de deur uit. Zo bij de macro, daar halen we alles van spullen. En is er één schilderij waar je heel erg blij mee bent? Is er een favoriet? Nee. Wat is dit voor schilderij, maatje? Dit is een schilderij van onbekende vrouw. Deze schilder die komt uit Massachusetts. Die is op vroege leeftijd naar Engeland gegaan. En dit is eigenlijk wel een van de grote Engelse schilders. Terwijl hij komt uit Massachusetts vandaan. Dus dit is een beetje een import ding. En die tekst die gaat, het gaat eigenlijk over een soort schoonheid in de ochtend. Ik had toen net een nieuwe vriendin en daar keek ik altijd naast naar het toilet ging. Nou, die staat eigenlijk mooi te zijn. Waar komt het vandaan? Dit is een Robert De Niro uitspraak. Ah ja, ik ken hem. Ja. You're talking to me, ja? Ja. Dat is Taxi Driver. Ja. Ja. Oh, hij doet. Ja. He's talking to me. En dit is eigenlijk ook weer een schuldige, hè? Dit is Caravaggio. Een van de lichtere. Maar die heet eigenlijk Migliala Merzi. Dus hij heeft helemaal geen Caravaggio. Hij is in Caravaggio geboren. Dus ik gebruik ook de tekst van die Merzi. En dit is 1610. Je houdt je bezig met de geschiedenis van het portret. Van de persoon die afgebeeld is. Dan denk je na van wie dat geweest is. Dit is Guillo. Dit is een zwakzinnige. Wil je hem niet hoger houden? Dit is een zwakzinnige? Ja. En van wie is het origineel? Guirio. Franse schilder? Ja, Theodore. Uit? Frankrijk. Nee, maar uit welk jaar? Dit is, hij is geweest van 1821 tot 1874, dit is 1850. En ze noemden hem de schilder die zijn perceel in bloed doopte, omdat hij alleen maar krankzinnig en totaal idioten schilderde. Wauw. En kan je die andere ook laten zien? Dit is Ribera, José de Ribera, een Spaanse schilder. Onderkomen daar dus de tekst van Kurt Weill, dat is een muzikant uit Pennsylvania. En die komt ontstaan Praying for my Halo. Een halo is de krans waar heiligen werden uitgebeeld. Dus hij neemt al een voorschot op zijn heiligverklaring door er al voor te bidden dat hij heilig kan worden gezien. En dit is eigenlijk de schuldige apostel Paulus. En die andere? Dit is een werk, dat zit ook. Dit is het tweede werk met een beetje blauw werk. Dit is geen schilderij. Zo ja. Dit is een werk wat ik gevonden heb en dat is eigenlijk opnieuw gemaakt door de Amerikaanse fotograaf Cindy Sherman. En die verkleedde zich constant, soms als plattelandsvrouw en dan weer een mantelpakje terwijl ze een sigaret staat te roken op Broadway en ze vermomden zich. En hij is eigenlijk de grondlegster van de geanceneerde fotografie. Zij is het zelf ook? Zij is het zelf, ja. En zij heeft kinderke Jezus op de arm. En die tekst die staat hier, you are the Messiah, right? Ze wil wel zeker weten dat ze de juiste heeft gebaard. Ja, dit is een iconisch grafisch, het origineel, ik weet niet meer waar ik dat vandaan heb, maar
Dat is rond 1500 geschilderd. En in rood. Dus hij heeft het totaal veranderd. Als je ze allemaal bij elkaar zet en in een lijn zou doen, dan zie je een soort tijdsbeeld van de portretkunst in door de eeuwen heen. En mensen zijn blijken toch altijd gewoon interessant genoeg te zijn om te schilderen. En ik vind het ook interessant om het te verdiepen in verschillende periodes. Er is een collega die is daar heel beroemd mee geworden, Philip Akkerman, die schildert zichzelf nu al sinds 81. Altijd zichzelf. Maar elke keer nieuwe technieken en nieuwe vermommingen. Sommige kunstenaars hebben daar een soort affiniteit mee. Ik vind het ook bewonderenswaardig dat iemand dat volhoudt zo. Volgens mij heeft hij al 10.000 van die dingen gemaakt. Maar is het trouwens moeilijk? Is het voor jou ingewikkeld om die oude schilderijen te kopiëren? Is het een ingewikkelde techniek? Nee, dat kan je allemaal. Er zijn niet zo ingewikkeld aan. Ik heb gewoon studenten die kunnen dit naar 8 weken kunnen ze dit ook. Dat is gewoon uitleggen wat je moet doen. En je moet geconcentreerd zijn. En geeft het jou een andere kijk op die originele, nu je ze zo hebt nageschilderd? Ja, die originele doen er eigenlijk niet meer zo toe. Die teksten is voor eigenlijk veel belangrijker. Omdat die vertellen eigenlijk veel meer dan zo'n plaatje. Een portret is een portret. Je moet een kunsthistoricus zijn om daar nog betekenis achter te zien. Mensen vinden het alleen maar mooi en esthetisch verantwoord. Het is knap gedaan. Maar die teksten die zijn veel geheimzinniger. En zonder die plaatjes zeggen die teksten bijvoorbeeld weer helemaal niks. Want ze zijn uit het verband gerukt. En die combinatie van die twee dingen, ja, dan krijg je gaan. Je krijgt eigenlijk twee schilderijen in één. Die niets met elkaar te maken. Dat is het interessante voor mij. Ik moet er ook om lachen, het is leuk. Gewoon, ik moet ook constant opletten als ik wat hoor of ik zie wat. Dus ik heb boeken vol met de dingen, die schrijf ik altijd op. En soms dan ben ik halverwege het schilderen en denk ik, ja, dat is goed. En een groot gedeelte komt uit de muziek. Uit de moderne, uit zeg maar de indie pop. Maar ben jij nu de hele tijd aan het opletten of je een goede combinatie van beelden en tekst ziet, vindt? Ben je de hele tijd ermee bezig? Nee, ik heb eerst... Ik heb nu wel 3 of 4 schilderijen op het oog die ik wil gaan maken. En dan weet ik nog niet wat voor tekst het is, maar daar hoef ik niet mijn best voor te doen. Dat komt gewoon. Het kan 1 opmerking zijn of het kan het opnieuw zijn. Dus, en dan weet je het meteen zeker? Ja, dan schrijf ik het op en dan is het oké. Geen twijfel? Nee.